Voedselverspilling is al jaren een groot probleem in Nederland. Dat lijken nu ook supermarkten serieus aan te gaan pakken. Met campagnes en kortingsacties sporen zij mensen aan minder eten weg te gooien. Nou, dat is goed nieuws, zou je zeggen, maar dit beleid heeft ook een keerzijde. Voor duizenden arme Nederlanders zijn deze restproducten van supermarkten namelijk van levensbelang. Iedere dag rijden Ben en Tiemen langs verschillende supermarkten in de stad Groningen om producten te verzamelen voor de voedselbank. Ja, dit is allemaal brood van de Jumbo, onder andere. En wat is het, die vriezer zo? En vers producten, groentes. Dus, ook wat groentes wel? Groentes zitten wel weer in, ja. Voor vandaag is het redelijk, ja. Maar het wordt over het algemeen toch wel wat minder, hoor. Zal ik deze wegbrengen, Simon? In Nederland leven bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Een deel daarvan krijgt een voedselpakket van één van de 172 voedselbanken in Nederland. 'S Ochtends vanaf 7 uur gaan de eerste vrachtwagens vanuit de voedselbank naar de supermarkten. Daar halen ze de producten op die de supermarkten niet meer in de winkels kunnen leggen, omdat die tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten. En die mogen wij op de dag van houdbaarheidsdatum hier nog meegeven aan de klant. En achter mij zien jullie de vrijwilligers rondlopen die de boodschappen klaarmaken voor onze klanten. Als je nu kijkt, dan lijken hier nog best boodschappen te staan en het is ook zo. Maar voorheen stonden al deze koelingen echt vol met boodschappen. En als je bedenkt dat wij ongeveer gemiddeld 100 gezinnen per dag voorzien van voedsel, ja, dan kun je wel zien dat dat niet erg veel is. Voor de versproducten zijn wij heel erg afhankelijk van Jumbo. Maar we hebben ook landelijk de samenwerkingen met de Albert Heijn en andere grote supermarktketens. Maar hier in Groningen voor onze versproducten reden we vooral langs de Jumbo's. Maar Jumbo verkoopt sinds 2019 producten die bijna tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten, met fikse korting aan eigen klanten in de winkel. Net als steeds meer supermarkten. Goed tegen voedselverspilling, maar de Voedselbank Groningen merkt het direct. Wij hebben op het moment, ik durf dat te zeggen, 2/3 minder producten dan voorheen. Ja, en dat merken onze klanten in hun tassen. Voor de verspilling is het hartstikke goed en steunen wij dit ook, want dat is wat we zelf ook wilden oorspronkelijk. Maar om zo weinig mee te kunnen geven aan onze klanten en dan met name ook de gezinnen en de kinderen die daar toch echt last van hebben en echt honger hebben, is dit heel erg naar. Ja, ja, want het gaat over groente en fruit, net dat wat natuurlijk het duurste is om zelf te kopen. Ja, want helaas is het nog steeds zo dat slecht eten eigenlijk het goedkoopste is en voedzaam en gezond eten eigenlijk heel erg duur in verhouding. Ja. Dit probleem is zo groot aan het worden. En in Nederland zijn zoveel mensen met honger. En ik weet wel dat je dat bijna niet gelooft. De eerste keer dat ik hier kwam, dacht ik ook, maar waarom is dat überhaupt nodig dat wij een voedselbank hebben? Maar het is nog steeds nodig. Dus het wordt nu ook wel tijd dat de politiek hierop in gaat grijpen en dit gaat ondersteunen. Zolang de overheid de voedselbanken nog niet financieel ondersteunt, moeten die voedselbanken het dus zelf oplossen. Want het speelt niet alleen in Groningen. En door de huidige coronacrisis komen er waarschijnlijk steeds meer mensen die recht hebben op een voedselpakket. Wij verwachten een toename van 50% extra klanten voor de voedselbanken in heel Nederland. Dat opgeteld bij steeds minder voedsel, omdat de supermarkten ons minder kunnen geven, baart enorme zorgen. Hoe gaan we dat straks doen? Hoe gaan wij onze allerarmsten straks nog voorzien van een fatsoenlijke maaltijd? Want dat is waar je het over hebt. We hebben het niet over luxe, we hebben het over een fatsoenlijke maaltijd. Ja, de reacties van onder andere supermarkten lees je op onze site. En hier aan tafel praten we door met journalist Sander de Kramer en Tweede Kamerlid voor het CDA Evert-Jan Slootweg. Welkom allebei, heren. Sander, jij zet je al jaren in als journalist en programmamaker tegen armoedebestrijding. Je hebt ook een eigen stichting. Waarom vind jij het zo belangrijk dat we aandacht vestigen op armoede in Nederland? Ja, het gaat me enorm aan het hart om te zien dat mensen tegen armoede vechten, gewoon echt honger hebben. En dat gebeurt gewoon in ons eigen land. Zeker als het de kinderen bij betrokken zijn. Dat gaat echt door merg en been. En ik kom uit Rotterdam.
1 op de 5 kinderen groeit op in armoede. Dat zijn gewoon kinderen die op een gegeven moment met beschimmeld brood op school komen. Of die helemaal zonder brood op school komen, maar ook niet voor de middag brood hebben voor op school. Bijvoorbeeld een week lang met dezelfde kleding lopen. Weet je, dat gaat op een gegeven moment opvallen. Bij leraressen ook, bij juffen, bij meesters. Mijn vrouw werkt in het onderwijs in de armste wijk in Rotterdam. En ze zegt ook van, ja, je ziet dan kinderen, die hebben dan een broek aan. Die is eigenlijk al een jaar of twee jaar eigenlijk al te klein. Weet je? Die hebben echt van die hoogwaterpijpen. En dan lopen ze in gaten erin, alles. Daar lopen ze een week lang in. En aan dat soort dingen kun je dus merken dat er echt armoede is in het land. En hoe denk je dat dat komt? Want we zijn zo'n welvarend land als Nederland, maar toch leven dus ongeveer 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. 1 miljoen mensen. Dat is echt bizar. Nou, hoe denk je dat dat komt? Ja, nee, je hebt nu natuurlijk enorm te maken met een crisis ook. Dus er komen heel veel mensen bij. Maar vaak zijn het ook mensen die bijvoorbeeld in de bijstand leven. Dat is heel weinig. Maar ook bijvoorbeeld alleenstaande moeders die alle eindjes aan elkaar moeten knopen. En dan op een gegeven moment, dan komen ze aan het eind van de maand, gaat bijvoorbeeld een koelkast gaat kapot. Daar is geen geld voor. Dan steken ze zich in de schulden. Ze nemen een krediet. Dat is heel makkelijk om in Nederland aan een krediet te komen. Juist. En uiteindelijk is dat killing, want ze kunnen dat niet terugbetalen. En dan gaat het van kwaad tot erger. En dan kom je heel diep in de problemen. Ja. Ik geef even naar u, meneer Slootweg. In 2018 is er een motie aangenomen in de Kamer om voedselverspilling tegen te gaan. Maar er is dus niet goed nagedacht over de consequenties die dit heeft voor arme mensen. Nee, ik denk dat we nu echt heel helder krijgen wat de consequenties daarvan zijn. En nog steeds, ik vind het heel goed dat er tegen voedselverspilling wordt opgetreden. Dat je dat probeert klein te houden. Maar dit wil je niet. Nee, maar we hoorden dat ook al in een reportage. Het kan toch niet zo zijn dat er alleen een stichting is in Nederland, de Voedselbank, die zich inzet om honger tegen te gaan in Nederland. Waarom doet de overheid daar niet meer aan? Nou, het is denk ik niet zozeer dat de overheid helemaal niets doet, want er zijn veel gemeenten en ook provincies betrokken. Maar de Rijksoverheid die doet op dit moment nog niets, dat klopt. En wat bent u dan van plan? Nou ja, wij zijn al heel blij dat er zeg maar in de Tweede Kamer de afspraak is gemaakt dat er 4 miljoen beschikbaar komt voor voedselbanken voor dit jaar. En we willen dat ook verlengen, dat het ook voor volgend jaar is. Maar wat nog veel belangrijker is, er is in Europa heel veel geld beschikbaar waar eigenlijk alle landen gebruik van maken. En dat zou voedselbanken geweldig kunnen helpen. Maar hebben wij... Nederland doet dat niet. Nee, Nederland doet dat niet. Maar waarom niet? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik weet wel dat de premier heeft gezegd, wij vinden dat niet iets wat op het niveau van Europa zou moeten. Maar dat moet je natuurlijk wel zelf doen. Maar het is natuurlijk ook een kwestie van prioriteiten stellen. Ik bedoel, je kan 2 miljard aan de KLM geven, maar als je 1 miljoen huishoudens hebt in de armoede, dat is nogal wat. Ja, nogmaals, ik denk van dat wij gewoon gebruik moeten maken van dat geld wat er in Europa is. Omdat ik denk dat je daardoor echt heel veel gezinnen in dit land kan helpen. Maar goed, u zegt, ik denk dat wij daar gebruik van moeten maken. Gaat u zich daar ook hard voor maken? Ja, samen met mijn collega Eppe Bruins heb ik al een initiatiefnota aangekondigd. En die brengen we binnenkort in. En dan is het ook echt de bedoeling dat daarmee de stap wordt gemaakt dat Nederland ook van dat Europese fonds gebruik maakt. Maar hoe groot acht u de kans dat dat gaat gebeuren? Ik zie geen enkele reden waarom we dat niet zouden doen. We zien toch volgens mij in de reportage hoeveel mensen er nu al eigenlijk de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Nee. En er komt steeds meer bij. En dan is het toch heel raar dat je daar geen gebruik van maakt. Nou goed, u zit bij het CDA. Ja. Al jaren is het zo dat de bijstandsuitkeringen er wordt op gekort. Dat is een heel groot probleem, maar dat wordt een steeds groter probleem. Waarom pak je dat niet aan? In deze periode is op de bijstandsuitkeringen niet gekort. Dat is de hele tijd zeg maar mee doorgegaan. Maar het is niet voldoende. Vanaf 2011 wordt dat al wel gedaan. En het plan is om dat ook te blijven afbouwen tot 2035. En daar heeft uw partij in deze coalitie ook voor gekozen. Wij vinden in ieder geval dat we hebben een paar maatregelen genomen. Ten eerste hebben we denk ik ook veel te lang wel gedacht van, hey, we proberen mensen zoveel mogelijk naar werk te helpen, omdat dat de beste oplossing is. Ook dit kabinet heeft zeg maar 80 miljoen extra uitgetrokken om ervoor te zorgen dat mensen die schuldhulp nodig hebben, dat ze dat ook kunnen gebruik maken. Dus wij zijn nog wel echt steeds bezig om ervoor te zorgen, hoe krijg je nou mensen echt uit die armoede? Maar toch, ik ga je onderbreken, want het
Cultureel Planbureau heeft berekend dat als we dit beleid doorzetten, dat er straks nog 25% mensen meer in de armoede belanden. Dus blijkbaar is het niet genoeg wat er nu gebeurt. Nee, en dat is dus ook een van de redenen waarom wij het ook echt vinden van dat je een heleboel maatregelen naast elkaar moet zetten. En een van die maatregelen die wij denken dat echt ook gaat helpen, is op het moment dat je toch ook gebruik maakt van dat Europese geld, waardoor veel mensen toch wel, zeg maar, dat pakket krijgen die ze nodig hebben. Ja. Wat zou jij graag zien dat politici doen? Nou ja, ik zie graag heel veel dingen gebeuren. En onder andere op preventie zie ik ook heel veel. Ik zie dat mensen nu dus in de armoede terechtkomen, ook mede door de overheid. Bijvoorbeeld een alleenstaande moeder van kinderen die de autootje nodig heeft. En die heeft echt een klein autootje, dat is er alles. En op een gegeven moment krijgen ze een stoplicht. Het is een heel gek voorbeeld, hè, wat ik nu noem. Een stoplicht. Dan denk ik, oh, hij staat op oranje. Ze geeft gas, ze gaat door rood en ze wordt geflitst. Dan krijg je gewoon €400 aan je broek en elke keer gaat hij erbij. En dan denk ik, die overheid die moet wel weten wat ze aan het doen zijn. Want jullie brengen ook echt mensen in de penarie. Ja. En dan denk ik, pak dat ook eens aan. Dit herken ik, dit beeld. En dat is ook de reden geweest dat mijn collega René Peters voorstellen heeft gezet van, zorg er nou niet voor dat je boetes op boetes kan krijgen, ook rente op rente, en maximeer dat. En dat zal absoluut niet genoeg zijn. Maar ik zie wel dat er steeds meer beleid komt dat je die schulden niet kan gaan opstapelen. En daar ben ik eigenlijk best wel blij mee dat we dat nu wel gewoon doen. Ja, je zou eigenlijk al bij de kinderen kunnen beginnen, hè? Ja, precies. Bij de kinderen al beginnen met leningen, dat ze geen geld meer. Omgaan met geld, leren omgaan met geld. Ze moet aan de ene kant meer gebeuren aan de kant van preventie. En u gaat zich hard maken voor dat Europees Fonds, dat er structureel subsidie komt voor deze voedselbanken. Ja. Er is nog veel over te spreken. En ik zou zeggen, werk aan de winkel voor u. Juist. Dank jullie wel voor jullie komst. Meer informatie over het onderwerp, inclusief een reactie van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die vind je op onze site.